Als het dus aan jou ligt, dan zullen we dus hier bijvoorbeeld ecstasy tussen de schappen vinden. Ja, of in ieder geval dat je het hier gewoon kan kopen. Maar als jij zelf een ecstasy pil of pillen gaat maken, dan ben jij dus strafbaar. Jij maakt je eigen pillen. Ik maak mijn eigen pillen. Ik heb ook wat meegenomen om te kijken hoe het er dan uitziet als het helemaal klaar is. Hi en welkom in aflevering 3 van MDMA. Ik ben zoals je weet al een tijdje aan het onderzoeken wat voor een effect het op de samenleving zou hebben als ik mijn eigen duurzame ecstasypil op de markt breng. En nu staat er iets heel spannends te gebeuren. Ik wil namelijk weten hoe ecstasy normaal gesproken gemaakt wordt. Dus leek het me logisch om dit te vragen aan de mensen die op dit moment ecstasy maken. Een ecstasy-producent dus. Nu heb ik die niet onder mijn sneltoets staan en ook niet per se in mijn contactlijst. Maar na wat heen en weer gebeld via aan het nummer van een ecstasyboer weten te komen. Dus ik bel hem op, met mijn vingers gekruist en hij zegt, is goed, wat wil je weten? Hallo. Hallo. Zit je goed? Zeker. Ik heb geen idee hoe jouw werk er precies uitziet. Zou je me kunnen vertellen wat jouw werkzaamheden precies zijn? Mijn werk is heel erg breed. Ik hou me bezig met het inkopen van grondstoffen, het produceren van drugs. Dus ik ben ook de kok in het lab. En ik ben ook verantwoordelijk voor het klantenbestand. Dus waar ik naartoe ga en van tevoren deals daarvoor te vinden. Dus jij maakt je eigen pillen? Ik maak mijn eigen pillen, ja. Ik heb ook wat meegenomen om te kijken hoe het er dan uitziet als het eenmaal klaar is. Ik heb hier een kleine verzameling van bepaalde pillen en MDMA. Een kleine verzameling? Een kleine verzameling. En als je praat over de werkzame stof, dan zit hier MDMA in. Dit is MDMA? Ja. Een beetje bruinige, dikke kristallen. Mag ik ruiken? Ja, als het goed is, ruikt het naar anijs. Oh ja. Ja, dat heeft wel een anijzig geurtje. En hoeveel pillen produceer jij? Nou, als je echt een aanvraag doet voor ook een specifieke stempel, dan praten we over 50.000 pillen. Het gaat vanaf 50.000? En dan kan je eigen stempel kiezen van degene die beschikbaar zijn. En de stempel, dan heb je het dus over de vorm en de kleur van de pil? Ja, precies, ja. Hoeveel verdien jij eigenlijk? Ik wil niet te veel verdienen. Ik wil wel gewoon mijn leven zelf kunnen blijven leven. Ik vind een bedrag tussen de 7.000 en 15.000 wel genoeg. Als je meer gaat verdienen, haal je niet meer geluk uit. En dat is per maand? Per maand. En dat zit eigenlijk nog aan de onderkant van wat je zou kunnen verdienen met werk als wat jij doet? Maar je kan tonnen per week verdienen. Tonnen per week? Ja. Ja, ik ga het ook proberen. Ik ga ook proberen om een duurzame ecstasypil te produceren. Maar ik moet natuurlijk ook een recept ergens dan maar vandaan plukken. Want ja, ik kan niet zo aan de bel trekken van, hey, kom me even helpen. Het is heel lastig om aan het recept te komen. Ja, is dat zo? Om echt van iemand dit te leren, heb je geluk nodig. En je moet ook wel echt een scheikundige achtergrond hebben. Anders denk ik dat je zelf wel gaat tegenkomen in het proces. Ik wil dus ook mijn eigen ecstasy gaan maken, maar hoe strafbaar ben ik dan eigenlijk bezig? Om daarachter te komen heb ik afgesproken met strafrechtenadvocaat Zara Bouvadis. Welke wetten overtreed je als je MDMA maakt? Als je MDMA maakt, overtreed je in ieder geval de opiumwet. En om meer specifiek te zijn, artikel 2 van de opiumwet. Want daarin is het vervaardigen, oftewel het produceren van alle stoffen die op lijst 1 staan, strafbaar gesteld. Maakt het dan nog uit hoeveel je het maakt? Dat maakt bijvoorbeeld voor een uiteindelijke straf wel uit, hoeveel je hebt gemaakt. Maar sowieso het maken van ecstasy maakt niet per se uit of het nou 1 pil is of 1000 pillen, is gewoon strafbaar. Ja. Wat voor straffen kun je krijgen als je MDMA maakt? Dat hangt eigenlijk af van allerlei omstandigheden. Bijvoorbeeld hoeveel je er maakt, of je het al een keer eerder hebt gedaan of niet. Maar de rechter die houdt in ieder geval altijd richtlijnen aan. En uit die richtlijnen blijkt dat je zelfs voor het maken van een kleine hoeveelheid MDMA al een fikse taakstraf kan krijgen.
En dan denk je wellicht, nou, zo'n taakstraf is nog wat te overzien. Ik ga wel een paar uur schoffelen. Ja. Maar ja, je moet ook denken aan de andere gevolgen die je dan hebt. Dat je een strafblad hebt. Dus dat wordt voor eeuwig vastgelegd dat jij de opiumwet hebt overtreden. Ik wil een duurzame ecstasypil op de markt gaan brengen. Of in ieder geval kijken wat er voor nodig is. Ja. Dan moet ik het ook gaan maken, MDMA. Hoe strafbaar ben ik dan als ik dat samen met een chemicus en een lab doe die dit voor mij doen? Als jij zelf een ecstasypil of pillen gaat maken samen met een professionele maker, dan maken jullie beide schuldig aan het vervaardigen van een verboden stof, namelijk MDMA. En als jij daarin ook een bijdrage levert, dus hierin ben jij met het idee gekomen om dat te gaan doen. Met een mastermind. Ja, eigenlijk wel. Dan ben jij dus strafbaar. Wil je niet gewoon ons... Jullie gaan bijstaan? Ja, ons onder je hoede nemen. Nou ja, als jullie problemen krijgen met de politie, mogen jullie me altijd bellen. Oké, ook ik ben dus strafbaar bezig als ik MDMA ga maken. Daar ging ik ook al wel vanuit. Maar alsnog wil ik weten wat er allemaal voor nodig is om die pil te kunnen maken. Is er veel nodig om ecstasy te kunnen maken? Hebben we het over een ruimte vol met apparaten of zijn dat er een handjevol? Wat... Nou, als je naar de productie van MDMA kijkt, of van ecstasy wat jij nu zegt, dan heb je hebt heel veel stappen die je kan doen. Ben je als zaakjesbedrijf iemand die MDMA opkoopt van een laborant en ga je alleen tableteren en dan heb je heel weinig ruimte nodig. Ga je alleen de MDMA produceren, dan heb je ook kleine ruimte nodig, maar ga je vanaf het begin produceren, zodat je uiteindelijk ook MDMA hebt en zelf moet gaan tableteren, dan heb je wel een grote ruimte nodig. Tijdens het productieproces van ecstasy heb je ook te maken met afval, chemisch afval, wat lastig te verwerken is op een legale manier, omdat je, ja, dan gaan mensen vragen stellen. Ja, precies. Dump jij je drugsafval in het bos of in een riool? Nee, daar ben ik heel erg op tegen. Ik ben heel erg tegen het dumpen van afval, omdat we leven met z'n allen maar op één planeet en die planeet moeten zo schoon mogelijk houden. Wij werken op kleinschalige basis, zeg maar, waarbij we heel weinig drugsafval hebben en dat we over tijd op verschillende rioleringen gewoon dumpen met alleen de inhoud van het afval, dus ook geen plastic of iets. Waar zou jij het liefst met je drugsafval heen gaan? In de Milieustraat, dat je daar met je autootje met een jerrycan heen kan rijden en zeggen van nou, dankjewel voor je jerrycan, dat kost van 500 euro. En dan zou ik dat betalen. Ja? Ja. Wat moet er veranderen zodat er ooit op een legale manier ecstasy gemaakt kan worden? En hoe kan de consument dan vervolgens deze ecstasy kopen? Thijs Roes, drugsjournalist voor onder andere De Correspondent, schreef hier in 2016 al een stappenplan voor. Als het dus aan jou ligt, dan zullen we dus hier bijvoorbeeld ecstasy tussen de schappen vinden. Ja, of in ieder geval dat je het hier gewoon kan kopen. Ja. Of het dan echt zo hier moet liggen, dat je het gewoon eruit pakt en net als een biertje of zo meteen kan afrekenen en klaar. Denk het niet. Ik heb het gevoel dat er iets meer drempels zullen zijn, maar in principe gewoon dat het legaal te verkrijgen is in de winkel. Hoe ziet dat stappenplan eruit? Ja, eerst moet de wet veranderen. Want op dit moment hebben we eigenlijk alleen maar soft en hard drugs en die... Het staat helemaal door elkaar, want sommige dingen die niet dodelijk staan zijn, zoals LSD, staat bij harddrugs. Sommige dingen waar je echt wel veel te veel kan gebruiken, het staat op softdrugs, dus wiet bijvoorbeeld. Als je die wet hebt veranderd, ja, dan komt de rest eigenlijk vanzelf. Legale productieplek, winkels waar je het kan verkopen, goed opgeleid personeel. En dan nog maatregelen als nou ja, minimumleeftijd, geen reclame ervoor. Lagere dosering van die pillen is denk ik ook wel belangrijk. Dat het niet van die super zware 200 milligram pillen zijn. En dat heb je dan in de hand natuurlijk. Ja, dan kan je allemaal... Kijk, nu is gewoon de nullijn. Niks mag. Gewoon alles wat je... Al deze voorstellen zijn... Nee, mag niet. Ja, daar kan je niks mee. En zodra je die wet verandert in meer nuance, dan vormt die hele wereld zich daarnaar. Dan ligt het uiteindelijk in een winkel als deze. Ja, ja. Hoe gaat het er dan aan toe? Jij even achter de toonbank ja, staan? Nou ja, ik heb het idee dat het niet hier zo tussen al die spullen ligt. Er zijn misschien andere ja. Snuisterijen die ermee te maken hebben. Hallo. Hallo. Ik ben op zoek naar ecstasy. Ja, nou, dat kunnen we dan in de toekomst hier verkopen. En dat is hier, staat hier op de menukaart. Je hebt eigenlijk maar één ding, dat is ecstasy. Ja. Maar je kan hier kiezen, wil je nou de 30 milligram pil of de 50 milligram pil? Wat moet er allemaal gebeuren voordat ik die pil, zeg maar, mee de winkel uitneem? Jij komt hier binnen. Ja. Ik vraag aan jou, heb je de test al gedaan? Heb je de MDMA-test al gedaan? Nee, je hebt de MDMA-test nog niet gedaan. Oh, oké. Okay. Nou, kan je twee dingen doen. Of je neemt nu een half uurtje om hem daar achterin te doen.
Met gewoon op de computer. En dan krijg je een soort QR-code dat je hem gehaald hebt. Ja, en dus die test die bestaat dan uit vragen die je voorbereiden op het gebruik van een middel als bijvoorbeeld MDMA. Exact, exact. Denk je dat mensen daarop zitten te wachten? Ja, natuurlijk. Dat ja? Ja, tuurlijk. Kijk, mensen zitten niet te wachten. Kijk, mensen zitten niet te wachten op gedoe. Maar als je kijkt naar hoeveel gedoe we op dit moment hebben. En dat je dan dus daarna iets verzint waardoor iedereen een klein beetje inschikt. En we een systeem hebben dat gewoon werkt. Ja, dan is het toch tegen die drugsdumpingen, tegen die criminelen, tegen de jongeren die overlijden. Dan is het toch gewoon een no-brainer eigenlijk. Hoeveel moet dit gaan kosten? Want ik kan me ook voorstellen dat als de keuze is, ja, 5 euro op straat of hè, laten we zeggen een tientje hier gereguleerd. Ja, als ik skere student ben, zou ik het wel weten. Dat is wel een goede vraag. Want als je de prijs te hoog maakt, dan gaan mensen gewoon weer naar de dealer toe. Dus er is een soort balans. Ja, die moet je vinden. Ja, ik weet het niet. Wat, ik denk dat op dit moment is het een paar euro. Ja, tientje of zo, zoiets. Dan heb je op dat moment heb je dus een keuze. Ga ik voor de criminele, niet geteste, veel te zware pil? Of ga ik voor die nette, laag gedoseerde pil? Ja, ik zou het wel weten voor die paar euro. Volgens Thijs Roes zou een legale en duurzame ecstasypil 10 euro moeten kosten. En het is een beetje pionieren, maar hier alvast een rekensommetje. Op dit moment betaal je gemiddeld 4 euro voor een illegale ecstasypil. Tel daar dan 1 euro bovenop voor het duurzaam verwerken van het drugsafval. 2 euro voor de politie, zodat zij de ecstasycriminaliteit kunnen blijven bestrijden. En dan nog 1 euro naar voorlichting en verslavingszorg. Daar komt dan die 21% verplichte btw bovenop. En voilà, een heel mooi tientje waar we ook nog eens allerlei problemen mee kunnen tackelen. Win-win. Maar zijn mensen wel bereid dit voor hun ecstasypil te betalen? Tijd voor een stukje marktonderzoek onder de ervaren gebruikers. Welkom bij het MDMA Dilemma! Het dilemma van deze keer is vrij simpel. Ga je voor de rode bal, dan betaal je slechts 4 euro, maar draag je wel bij aan de criminaliteit en natuurvervuiling. Drugsdumpen, bleh! En je weet niet precies wat er in je pil zit, al kom je daar wel snel genoeg achter. Criminaliteit, ah! Maar ga je voor de groene pil, dan weet je wel precies wat erin zit. En dat niet alleen. Je draagt ook nog eens niet bij aan die criminaliteit of die drugsdumpen. Lekker toch? Betaal je wel 10 euro voor. Wow. Yay! We hebben onze allereerste kandidaat. Wat is je naam? Ik ben Tim. Hey Tim. Hi. Hoe is het? Ja, goed. Oké, kom door naar het spel. De keuze is heel simpel. Hoeveel wil jij betalen voor een ecstasypil? Is dat 4 euro, dan ga je voor de rode bal. Of 10 euro, dan ga je voor de groene bal. Wat zegt je eerste gevoel? Ja, het is goedkoop natuurlijk. Ja. Tim, dan wil ik er wel bij vertellen dat als jij voor de rode bal kiest, dat jij indirect bijdraagt aan criminaliteit en natuurvervuiling. Daarbij weet je ook niet precies wat erin zit. Schikt dit je keuze af? Ja, tuurlijk. Je gaat sowieso voor je eigen veiligheid in eerste instantie. Ja, dan ga ik wel voor 10 in ieder geval. Oké, gooi hem erin. Ja? Gooi hem erin, Tim. Goed. En vloep. Een hele makkelijke keuze en een hele makkelijke keuze. Hoezo dan? Ja, geld zat en ik geef best wat onmilieu. Ja? En ik ging voor die andere reden. Natuurlijk. Ik ging voor die andere reden. Ik wil wel weten wat erin zit. En kan je je keuze onderbouwen? Blijf een top van studenten. Ga jij voor de pil van 4 euro of voor de pil van 10 euro? Ik denk voor 10 euro, want beter voor het milieu. Oh, 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 hey! Tijd voor nieuw tussenstand. We hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tegen 1. Wie wil er mee doen? Ik denk niet dat het zo doet. We moeten streng zijn. Risico, ja, pakken. Kijk. En waarom vind je het belangrijk om dat tientje dan neer te leggen in plaats van die 4 euro? Nou, geen drugscriminaliteit. En dit is de laatste! Yay! Volgens mij is het duidelijk. De meerderheid heeft gesproken en vindt het geen probleem om een tientje te betalen voor een duurzame pil. Volgende week zet ik alles op alles om die duurzame ecstasypil te maken. En breng ik geheel in stijl een bezoekje aan de politiek. Krijg ik nou drugs van jou? Stop maar snel in je zak. In de Tweede Kamer. What the fuck? Maar wat ben je mee bezig, man? Dit durf jij gewoon.